Het is 6:45 s'avonds en in het Jan Lauwersstadion in Eindhoven zitten verdacht veel mensen. Toeschouwers die op de vriendschappelijke interland Nederland-Frankrijk afkomen. Een absolute topper. Niet alleen bij de mannen, maar ook bij de vrouwen. Deze wedstrijden, zeker tegen de betere landen van de wereld, Frankrijk is toch een nummer 4, zijn heel belangrijk. Enerzijds in de voorbereiding voor het Nederlands elftal, omdat wij gaan meedoen aan de EK volgend jaar in Zweden. En een goed presterend Nederlands elftal bij EK is ook weer gelijk een platform voor helden. En helden trekt zijn jonge speelsters aan. Dus in dat opzicht is het goed. Maar het is ook voor de exposure van het vrouwenvoetbal heel belangrijk. De groei, het aantal leden van de KNVB, is dat vooral gegroeid met meisjes, laten we zeggen, in de leeftijd van 8, 9 tot en met een jaar of 15? Ja, dat klopt. We zien vooral vanaf 8, 9 jaar meiden toestromen. We zien dat natuurlijk liever nog iets jonger, 5, 6 jaar, wat je bij de jongens ziet. Nou, dat is een volgende stap. En dan zie je vooral in die leeftijdsgroepcategorie tot 16, 18 jaar, dat is de grootste deel van de groei. En als je kijkt dat ten opzichte van andere landen, dan hebben we daar een voorsprong in, want daar zie je over het algemeen dat het ledenbestand gemiddeld ouder is. In het Nederlands vrouwenelftal komen twee Brabantse speelsters in actie. Kirsten van der Ven uit Hees en Danielle van der Donk uit Valkenswaard. Beide internationals zien de populariteit van hun sport al enige tijd groeien. Ja, het is natuurlijk fantastisch dat er steeds meer publiek komt en dat wedstrijden, ja, net als in Frankrijk is die wedstrijd gewoon live op tv en je merkt dat er meer media-aandacht komt, dat je, ja, je merkt eigenlijk aan alles. Nou, ik denk dat je al wel een beetje kan zien aan de opkomst elke keer bij het Nederlands elftal. Ja, de stadions worden steeds voller en steeds meer meisjes zijn enthousiaster over het voetbal en daardoor gaan ze ook meer meisjes onder voetbal. Een blik op de tribune leert dat er wel heel veel meisjes in de leeftijdsklasse 9 tot 15 jaar zitten. En dat zijn de speelsters van de toekomst. In die toekomst wil de KNVB wedstrijden van het Nederlands vrouwenelftal uitzenden op tv. Net als bij de mannen. Daar moeten mensen ook aan wennen, want het zijn toch vooroordelen. Je mag het mannenvoetbal niet met het vrouwenvoetbal vergelijken. De volgende stap is meer media-aandacht. Nou, met de komst van topclubs werken we daaraan. En vervolgens moet je kijken naar een programma waar je vooral ook natuurlijk wat wedstrijdsverslag doet. Maar ook inhoudelijk die meiden, die club in de picture zet. Jij voetbalt in de Zweedse competitie. Daar zijn ze denk ik al wat stappen verder. Hè? Ja, zeker. Bij ons bijna alle wedstrijden zijn live op tv in de competitie. En ja, je hebt altijd een paar duizend toeschouwers. En er wordt altijd in de krant over de wedstrijd geschreven. Je wordt eigenlijk herkend op straat. En ja... Fantastisch en de meesten kunnen ervan leven, dus je kunt gewoon heel veel trainen. Ja, je merkt dat je daardoor heel veel ontwikkelt. Zweden heeft inderdaad die tv-contracten. Daar is het een onderdeel van het mannencontract en dat is heel goed gedaan, waardoor er één contract is, zowel mannen- en vrouwenwedstrijden. Nou, dat is iets waar wij in Nederland ook moeten gaan kijken, dus daarin liggen ze voor. Ja, ik vind het wel erg belangrijk dat er steeds meer meisjes gaan voetballen voor de doorontwikkeling van het vrouwenvoetbal natuurlijk. Want op een gegeven moment stoppen wij er ook mee en dan moet er een nieuwe toekomst zijn. En als er zoveel meisjes onder voetbal gaan, dan zit er zeker wel een goede lichting bij. Onder het publiek in Eindhoven zijn ook veel familieleden van speelsters. Zoals de 92-jarige oma van Kirsten van der Ven, Betsy van der Ven. En zij ziet haar kleinkind met 1-1 gelijk spelen tegen Frankrijk. En hoe heeft ze het gedaan? Goed. Ja. Het is goed gedaan, maar het is het laatste stukje. Hè? Ja. U bent tevreden? Ja, ja. Nu hebben ze alle 2-1, hè? Dus... Goed. En ook de zus van Danielle van der Donk is blij met het gelijkspel. Ondanks dat Frankrijk 3 minuten voor tijd de gelijkmaker scoort. Ja, ik vind het hartstikke goed, toch? 1-1. Ja, ik vind dat ze het goed hebben gedaan, de dames. Ik ben er trots op allemaal, maar vooral op mijn zusje.